ja naderamme dan wil ik parkeren uh, tot, uh, tot moslim. de interesse is gewoon heel sterk. ik heb ook echt tegen hem gezegd van, hey sorry man bro, ik had er voor jou moeten zijn. ja, prijsless. Uh, ik zei ja, ik wil gewoon uh, een eigen label beginnen. ik durf nog te wedden dat de meeste voetballers die, 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 die rappen, die hebben nog meer talent dan de meeste rappers die nu rappen. nummer wat hef, of, of, of zijn album heeft heeft heb ik gewoon geproduceerd samen met Ryan Babel. Hey, what up? It's game, man. Nando Hey, what's up? Yo, this is 50 Cent. Hey, this is Rihanna Fernando. Hey, yo, Fernando. What's up? TJ Khaled. Hey, what's up, everybody? This is J Balvin. Nando Leaks, okay? Fernando. X is in that station for a reason, baby. I ain't, I Real talk. Je, what up? Je boy, Fernando A.K.A. Mr. Keep it hot, keep it banging. Welkom bij een gloednieuwe podcast, Real. Talk. De podcast die gaat over succes, groeien, ontwikkelen. Hoe word je de greatest version of yourself? Kortom, leef je grote droom. Vergeet niet te abonneren, liken. En ik weet dat heel veel mensen opschieten zijn om te liken en dat soort dingen. Maar like gewoon en deel het met je medemens. Want je gaat veel dingen meekrijgen, veel waarde meekrijgen. Sowieso een dikke shoutout aan Sneaker Legend en uh, lees sowieso een subscription. We gaan wat dingetjes weggeven, dus lees even hieronder en dan komt het helemaal goed. Maar sowieso, welkom bij Groet Nieuwe Podcast, Real Talk met Eljero Elia. Thank you for having me, Amen. bro. Welkom man, bro. Dank je wel. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, voetbal natuurlijk. Uh, succes, ondernemen. Uh, en ik weet dat heel veel mensen die kijken ook dromen hebben om een bekende voetballer te worden, profvoetballer. Dus hoe word je een profvoetballer? Wat moet je ervoor in huis hebben? Wat voor mentaliteit? Uh, hoe is life after voetbal? Wat ga je nog meer doen? Gewoon allemaal dingetjes die mensen van jou willen weten, gaan we bespreken in Real Talk. Maar eerst, hoe gaat het met je enkel, bro? What, what, uh... Ja, het gaat steeds beter. Er zit nog wel een beetje vocht in. Uh, en uh, drie weken, vier weken geleden ben ik geopereerd. Aan de binnenkant en aan de buitenkant. Volledig mijn enkelbanden afgescheurd. Shit. Was, uh, je maakte een bepaalde move en toen was het gewoon. Ja, ik was, uh, ik was op snelheid weg en de verdediger was te laat. en Hij viel precies op mijn enkel. En uh, ik had alles afgescheurd wat ik maar kon afscheuren. Is het niet zo bij voetbal dat je tegen die keel zegt... Jij moet alles betalen, bro. Ja, ik ben, ik ben gewoon uh, verzekerd ja, ja. Uh, vanuit uh, de club. Oh shit, ja. En uh, dat is tot 10.000 euro. En daar zit de operatie in en de revalidatie. Okay. En als je eroverheen gaat, moet je zelf betalen. Het is dus niet zo dat ik tegen die keuken zeg, hé hey bro, het is jouw schuld, hè, bro, ja, ja. nog een Lambo. <laughs> nee, Yo, nee, nee, de... nee, nee, nee. Dat nou, kan daarom kan de ik de niet de voetballen van. bro, ik zou elke keer gewoon rechtszaken proberen eruit te halen. Nee, maar, oh, nee, maar dus... je bent in goede gezondheid, het gaat nu beter. Ja, het gaat steeds beter. Ik loop al sinds uh, twee dagen, drie dagen loop ik weer uh, met normale schoenen. Ja. Dus, uh, ja. Ik zag die foto bro op je Instagram, ik ging je gelijk hebben van bro, je gun, want het zag er pijnlijk uit. Ja. En, en ik zielig doen omdat ik mijn voet had, had ver, verswikt weet ja. ik hoe je dat ding noemt, ja, maar hij het. klapte dubbel toch. Zag dus dus, dus ik, 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 ik had pijn, toen zag ik jou dacht ik, nou oké, okay, doe rustig man. Eli <laughs> <laughs> heeft het zwaar, jij bent amateur Nando, doe rustig. Nee, maar goed ja, dus, dat het uh, goed, goed uh, met je gaat man. Jawel, nee het was een zware tijd maar het was, uh, het was heftig. Je komt gewoon lekker, uh, je, gaat, je denkt je gaat weer lekker voetballen bij je oude clubpie. Ja en uh, dan krijg je er dit voor terug, maar ja, alles gebeurt met de reden. Ja, ik weet niet wat de reden hiervoor is, maar weet ik ook niet. Maar wat heb je bijvoorbeeld in de tussentijd zeg maar kunnen doen? Misschien heb je meer tijd gehad voor de mensen om je heen, omdat je dus, ja, zeker, ik was van, ja, ik heb niet tijd gehad voor de mensen om me heen of zo. Ik heb ja. meer uh, mezelf helemaal uh, moeten klaarstomen van wat ik ga doen. Ja. Dat seizoen is gelijk klaar. Ja. Want als ik weer fit ben, is uh, het is seizoen afgelopen. Zuur, man. Dus uh, nu uh, is het gewoon full, full focus op fully focus op mezelf. En ja. Uh, ja, gewoon hopen dat ik gewoon zo snel mogelijk weer uh, de oude kan worden. Dat ik weer kan lopen. In ieder geval pijnvrij ben. Ja. En dan uh, gewoon lekker leuke dingen doen met, die, met de kids. En wat zijn die inzichten dan die, die, die je hebt gedaan? Wat voor dingetjes heb je nu bedacht die je gaat doen? Uh, inzichten? Uh, ik, wil, uh, ja, ik ben bezig met mijn EP. Uh, culture Entertainment, mijn eigen label ja en ja gewoon een heel nieuw leven inblazen gewoon uh, voor de voorgaan uh, ja ik ben aan het ondernemen ik heb mijn aandelen verkocht bij uh, Van Baller oh shit en ik ben uh, ja na de Ramadan wil ik bekeren uh, tot uh, tot moslim oké okay. nice. ja en gewoon uh, ondernemen gewoon uh, dingen doen die ik altijd heb gedaan maar dan uh, je hebt allemaal dingen opgezomd, wat zeg maar al een, al, al een verhaal op zich is. Laat, laat, laten we beginnen bij uh, Ramadan, want dat, 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 is, dat, dat is groot, dat is mooi. Uh, Islam is een hele mooie geloof. Um, waarom dacht je bij jezelf, ik wil me, ik wil me bekeren? Wat, wat was voor jou de, de motivatie? Uh, ik, had een, uh, ik had een vriend van mij, uh, een, vriend van mij uh, een goede vriend van mij, uh, die heel dicht bij me, bij me staat, uh, die, was, uh, die was gewoon rebels. Hij was echt rebel, hij ging overal naartoe, uit. Uh, uh, dan was hij in uh, Ibiza, dan was hij in uh, Barcelona, dan was hij in Real Madrid. Hij heeft gewoon alles gedaan wat, uh, wat uh, Allah verboden heeft. Ja. En hij is gewoon 360 graden gedraaid. En toen werd ik nieuwsgierig. En uh, voor mijn verjaardag bracht hij een keer een, een, een koran voor me, een Nederlandse koran. Ik ging het gewoon lezen. Uh, ik kwam dan twee dagen in Nederland en voor mijn verjaardag gaf hij me dan die koran en ik en ging gewoon lezen. En ik dacht van. De interesse is gewoon heel sterk. Okay. En ik ging me er steeds meer in verdiepen, verdiepen, verdiepen. En op een gegeven moment werd ik bang. Dacht ik van, ey, waarom? Hoezo, hoezo werd je bang dan? Hoezo trekt het zoveel hmm. naar me toe? En waarom geef ik zoveel aandacht eraan? En ik ging me er steeds meer in verdiepen. Ik kreeg steeds meer boeken. En uh, ik kocht zelf ook steeds meer boeken. En op een gegeven moment uh, was ik thuis. En uh, ik liep langs een moskee en toen uh, kwam ik een vriend tegen zei hij, hey, waar kom je vandaan? Ik was toevallig in, de, in Chinatown in, in de stad in Den Haag. Hij waar ja. kom je vandaan? Ik zeg, ja, ik moet hier naar, uh, naar de winkel toe je haarproduct halen. Hij zei, ik dacht dat je van de, van de moskee kwam. Oké. Okay. Hij zei, kom jij wel van de moskee? Ik zeg, ja, ik kom van de moskee. Dit, dat uh, kom een keer. Ik ging met hem naar binnen en uh, ik zat daar. Hij zat te bidden en ik zat gewoon voor me uit te kijken. Hij was dan klaar, hij zegt van, uh, ja, zie hoe gezamenlijk het is en ik heb hier ook mijn rust gevonden, wow. ik vind het mooi, en ik hou echt van mijn geloof en hoe hij ermee omging, dat, 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 dat vond ik echt mooi. En die andere vriend van mij, die is echt 360 graden, ja. 360 graden gedraaid, ja. baard, getrouwd, hij is de grootste leverancier in dados geworden van, uh, mooi, van Nederland. Ja ja, hij is gewoon, hij, hij gaat niet meer uit, uh, niet dat ik dat niet wil doen, dat ik dat ga doen of zo. Ik ja. blijf gewoon hetzelfde ik, ja. maar uh, het schat me gewoon steeds meer het gevoel van, het past gewoon bij mij. Ja. En uh, ja, hoe ik me nu in ben gaan verdiepen, uh, ik probeer gewoon uh, te veel te lezen, ik ga naar lezingen. Ja, en ik denk dat ik er klaar voor ben om... Mooi man. En, en wat in de Koran, zeg maar, um, las je waar je rust in vond? Dat je dacht van, wauw, daar heb ik behoefte aan. Want zeg maar, je hebt een uh, voetballifestyle. Je bent, komt overal ter wereld. Mooie auto's, je vliegt overal, ziet alles. Mooie kleding, looking fresh, dat maar, maar je keek naar die vriend van jou en je zag rust bij hem. Dus blijkbaar ben je onbewust op zoek naar een soort innerlijke rust. Dus... Ja. ja, zeker. Ik ben, ik ben zeker op zoek naar innerlijke rust. En, uh, het, het, vraagt, het vraagt niet veel van je. Het is gewoon, het is gewoon een houvast. Uh, wat, wat is het om, 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 om vijf minuten of zes minuten eventjes te gaan bidden? Mm -hmm. en, 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 en de dingen die ze zeggen in, in de Koran. Uh, als ik bij de lezingen kom, dat komt ook echt. Uh, hoe, hoe ik in het leven sta, dat komt ook echt erin terug. Zoals? ik je een um, voorbeeld geven? Uh, ik kom dan bij mijn eerste lezing en ik zat dan met die vriend van me in de auto. En hij zei, uh, ik zei: van, uh, uh, Weet je hoeveel ik voor andere mensen heb gedaan? En ik heb er nooit wat voor teruggevraagd. En hij zegt: zei, dat, dat, dat betekent gewoon dat je dat een je, dat je goed aard bent, een goed mens bent. En toevallig komen we in de lezing. En het eerste wat, 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 wat bij de lezing wordt verteld, ging daarover. Wauw. En toen dacht ik: toen keek hij me zo aan. Zo van: Hè? Ja. Hoe, hoe dat dan? En het ging over een, een, een prostituee. Die uh, kwam bij, uh, was bij een waterput. En uh, er kwam een hond langs. En ze gaf dat hond een stukje brood. Ja. En dat staat ook echt in de Koran. Ze gaf, dus, ze gaf die hond een stukje brood. En die hond, uh, al haar, kwaard, uh, haar, al haar zondes, werden, kwade zondes werden kwijtgeschonden. Omdat ze dat hond een stukje brood gaf. Zonder dat ze er iets voor terug wilde. Zonder dat er een camera bij was. Zonder dat iemand het had gezien. Ja. En andere mensen. Uh, Hedendaags in deze wereld. Die doen alles voor, 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 voor likes, voor, voor Instagram, voor, voor, omdat andere mensen het kunnen zien. Uh, filmpjes, uh, mensen geld geven en dan op camera zetten. Zo van, ik ben een goed mens en ik doe het om dat andere mensen het ook kunnen zien. Ja. Maar je kan het ook op een andere manier doen zonder dat mensen het kunnen zien. Voor jezelf. En dan worden al je kwade worden kwijtgeschonden door allen. Ja. En, en, en dat staat echt, echt in de kornen, dat heb ik echt zelf gelezen. Wow. En, en ja, ik vind dat gewoon dat dat bij mij past. Hè. Want je zei op een gegeven moment, je zat met allemaal vraag van, je helpt zoveel mensen, maar je krijgt er niks voor terug. Het was een soort teleurstelling van, hé, hey, want jij staat bekend als iemand die mensen gunt en helpt. Althans, dat is wat ik hoor en zie van jou, van, je bent altijd van, hey, I'm help this person out, help that person out. Had je op een gegeven moment een punt bereid dat je denkt van, maar ik ben heel veel energie aan het stoppen in andere mensen. En de vraagteken, waarom? Ja, dat, dat, dat is ook zo. Iets. Uh, ik, heb heel, ik, help heel veel, ik help graag mensen zonder dat ik er wat voor terug wil. En ik ga het ook gewoon echt blijven doen, zolang het kan. Maar ik help liever nu de mensen die echt om me geven en de mensen die echt van me houden, dan dat ik mensen ga helpen die om hulp, om hulp vragen. En waar ik wel mee zit, dat is dat ik bepaalde mensen niet heb geholpen die echt van me, van me, echt van me houden. En de mensen die... Eigenlijk gebruik ervan hebben gemaakt, ja. dat ik ze wel heb geholpen, en die het eigenlijk nog eens verdienden. Ja. Maar dan in de goede aard van mezelf, ja, dan probeer ik gewoon zoveel mogelijk mensen te helpen, maar de mensen die ik niet heb geholpen, ja. en die ik dan nu pas help, terwijl ze al eigenlijk langer om hulp schreeuwden, ja. maar het niet deden, omdat ze echt van me houden. En de ja. mensen die het wel deden, ja. die het eigenlijk nog eens verdienden. Maar wie Want die, je mensen, willen... die mensen spreek je of zie je niet meer. Ja, maar wie had je echt willen helpen, dan? die je nu wel helpt, dat je denkt... Uh, van... Ja, zoals mijn vriend uh, Bilo. Ja. Uh, Shano, uh, m, uh, een vriend van mij die, die vast komt te zitten. Ja. Ik heb ook echt tegen hem gezegd van, hey, sorry man bro, ik had er voor jou moeten zijn. En hij heeft me het ook vergeven, snap je? Ja. Dus je toe... Hij kwam de... vast te zitten ja. en hij heeft mij gewoon nodig. Ja. Al was het... Iets of iets. Gewoon iets kleins. En ik dacht van, ja, jij hebt jezelf in deze positie gezet. Ik ga jou niet helpen. Ja. En ja, ik heb gewoon echt gezegd, sorry, je spijt me. Ik had er gewoon echt voor jou moeten zijn. Ja. En tot de dag van vandaag, ja, hij heeft me gewoon vergeven. En ik spreek hem gewoon elke dag. En hij zegt ook tegen mij van, maakt niet uit, maakt niet uit, bro. Iedereen maakt fouten. Ja. Maar dat is ook mooi, hè? want zeg maar het feit, laat ook zien hoe groot je bent als mens, dat je ook in staat bent om te zeggen, ja, I'm sorry. Het gaat niet om perfect zijn, het gaat erom, eigenlijk, zijn, eigenlijk is het goed om fouten te maken, want dat is de beste les die je kan krijgen in het leven, om te weten hoe je het niet wil en hoe je het wel wil in het leven. Dus al met al zegt het heel veel over jou dat je daarop terugkomt, zeg, hé, hey, dat had ik beter moeten doen, of dit had ik zo en zo moeten aanpakken. Ik vind het, ja, I commend you voor dat, vind, vind ik mooi. Ja, maar dat, zo, hoort het, zo hoort het leven ook gewoon te zijn. Als je fout zit, moet je gewoon je fout toe kunnen geven. En ja. man, step, step up. En gewoon zeggen naar diegene toe lopen. Hé, hey, sorry. Ja, wat ik heel mooi van jou vond en vind. Wat ik vaak in interviews ook heb gezien. Want weet je, voor het interview ging ik op een gegeven moment ook dingen googlen. Van oké, okay, dus mensen weten veel over jou. Maar in real talk wil ik altijd een level verder gaan. Dus dan heb je echt de diepgang van hoe zit dit, hoe dit? Wie ben jij echt? Waar komt het allemaal vandaan? Maar wat ik dus altijd terug zag komen. Wat ik ook heel mooi van jou vind. Is dat je dus uh, uh, ook de boys van SFB vroeg al hebt geholpen en gesupport? Ik dacht, wauw, ik wist dat niet totdat ik het zag in interviews. Dus ik denk van, oh, het vet. Maar je bent met hun opgegroeid uh, en nu werk je ook nog steeds samen met de Priceless. Ja. Hoe is die band? Zeg maar, uh, ja, want Priceless, uh, daar heb je nu een bedrijf mee. Hoe, hoe is dat? Zeg maar, maar dat is... Uh, ja, Priceless. Dus, uh... Ik zei, ja, ik, ik wil gewoon uh, een eigen label beginnen. Ja. En uh, ja, ik heb altijd muziek met prijs gemaakt. Al mijn ja. pokers die ik bijna heb gemaakt zijn met prijs. En ik dacht gewoon van, ja, prijs. Uh, wat wil je nou eigenlijk gaan doen? Tijdens je carrière. Wil je muziek blijven maken? Er was, uh, was crisis. Er uh, was uh, corona. Ja. Ik dacht van, weet je wat? Het is moeilijk om nu iets te beginnen. Laten we er gewoon iets van maken. Ja. Ik heb een studio. En dat was nog eens de intentie om, om een label te beginnen. Dus ja. zei ik, weet je wat, we hebben, die studio, we hebben de studio. We hebben de ruimte. Laten we gewoon een label beginnen. En toen zei ik tegen hem van laten we gewoon laten we het gewoon doen. Doop. Heb ik een 50-50. Uh, hij is dan de muziekkant. En ik ben dan van de zakelijke kant. Ja. En dan proberen we gewoon uh, ja, proberen we gewoon iets van te maken. Uh, artiesten getekend. Uh, de artiesten waar, die twee, die zijn dan nu weg. Ja. Diva en, en uh, Romano zijn nu weg bij ons. Uh, Waarom? Die um, is de... Ja, hoe je het bent of keert je ja, de verwachtingen? Okay. Uh, je bent een beginnend bedrijf. Ja. En uh, je, je gaat genoeg fouten maken, man. Je hebt niemand eigenlijk die jou, het, het, uh, de structuur, alles, je moet alles zelf ondervinden. Ja. Ja. En uh, ik vind zelf dat we daar ook tekort in, uh, dat we daar in tekort zijn gekomen, dat we dat niet naar hen hebben ondersteund. Uh, we hebben wel alle verwachtingen waargemaakt wat ze hebben gedaan, ja. uh, de nummers die ze hebben gemaakt zijn aangeslagen. Ja. Van Adiva dan in ieder geval. Ja. Uh, van Romano iets minder. Maar ja, hij heeft in ieder geval wel een naam gekregen in Nederland. Dat hij in ieder geval ja. een artiest is die muziek kan maken en dat hij goed is. Ja. Maar uh, ja. Uh, Hoe ga je het nu aanpakken? Met, ga je, zijn er nog meer mensen aan het tekenen? Of? Nu, we het eigenlijk, uh, nu probeer ik het eigenlijk. Uh, nu ben ik eigenlijk klaar met voetbal. Uh, nog niet officieel. Ik moet dan even kijken wat ik wil gaan doen. Maar nu uh, komt mijn eigen EP eraan. Uh, Prijs heeft een eigen EP. Ja. Ik heb Rabi erbij genomen. Doop, die, die is helemaal terug. Uh, ja. Rabi als uh, CEO. Ja. Ook mede-eigenaar. Omdat ik, Rabbi is eigenlijk het, ja, de meeste loyaliteit aan mij laten zien. Rabi heeft uh, heel veel werk verricht voor, voor de culture. Zonder ja. dat hij een euro ervoor heeft gevraagd. Wow. Dus Zoals... dan ben ik, weer, ben ik weer zo iemand dan denk ik van: hé hey, Rabi, je hebt loyaliteit aan mij laten zien. Je hebt geen, geen euro voor gevraagd. Ik maak je mede-eigenaar van, uh, van uh, van de culture. Maar wat deed hij dan allemaal dan? Zeg maar? uh, alle contracten regelen met de artiesten. Okay. Uh, uh, de plan uitwerken met de artiesten. Uh, samen met uh, onze projectmanager ja. uh, op, op, uh, op kantoor. En uh, ja, hij heeft er geen euro voor gevraagd. Maar hij heeft heel veel energie in gestoken. Dus ik heb hem gewoon de hele tijd laten zien. Nu dus hey, zijn drieën? in de missie drieën. Alles mooi man. En uh, ja, hij brengt ook zijn eigen nummers uit nu. Ja. En van daaruit betaalt hij zijn eigen de helft van zijn eigen nummers. En ja. dan als de label betalen wij voor de rest de helft. Doop, man. Sch gewoon sowieso Charlotte Een Hele fijne gast. Ja, zeker. Hele, hele ch ch uh, chillen guy. En, 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 en dan bouw je dit uit. Dan heb je je label. Jij komt er nu uit met je eigen EP. Ja. Um, uh, als mensen zien dat, dat voetballers gaan rappen, zeggen ze, ach, oh, weer een voetballer die gaat rappen. Ach, oh, alweer eentje. Die heeft geld, die wil dit doen, oh. Wat vind je van dat soort dingen die dan gezegd worden dan? Als jij dat zoiets hoort, dat je denkt van, ach... Ik, ik, ik durf nog te werden dat de meeste voetballers die, 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 die rappen, die hebben nog meer talent dan de meeste rappers die nu rappen. Met alle respect. Ja. Ik praat niet over mezelf. Maar ik kan zo drie rappers oproepen, uh, voetballende, voetballende rappers, die beter zijn dan een gemiddelde rapper in, uh, die, nu in de, in, die nu in de game zit. Dus ja. Ik vind gewoon als je talent hebt of als jij iets leuk vindt, dat je het gewoon moet doen. Ja. En dat maakt niet uit wat je doet. Ja. Is het muziek? Is het muziek. Is het uh, autotunen? Is het autotunen. Ja. En als je, zoals je ziet in Amerika, dan haal ik even Amerika erbij. In elk team heb je sowieso een rapper, een ja. serieuze rapper. <laughs> ja, ja. Met serieuze cijfers. Ja. Linner is gewoon een van de beste rappers in Amerika. Alleen hij krijgt niet de, de shine die er is. Ja. Maar als mensen erin gaan verdiepen, hij heeft gewoon echt serieuze tracks met Lil Wayne. Ja. Met gewoon echt rappers gewoon, die gewoon echt in de top zitten van Amerika. Waarom zou een voetballer dat niet kunnen dan? Maar vind je het vervelend als mensen dat zeggen? Nee, Toen, nee ja, het is hetzelfde als kritiek die je krijgt met voetbal. Mm -hmm. Je hebt sommige mensen die houden van je, je hebt sommige mensen die niet van jou houden. Als je ja. daar rekening mee moet gaan houden. Ja. En ja. ik heb wel spijt ervan dat ik nooit heb gedaan. Wat ik eigenlijk wilde doen. Zoals, ik, heb, ik heb wel spijt dat ik nooit nummers heb uitgebracht. Ik heb al nummers, misschien van 2014, 2013, ging ik met de verkapte naam Don Ella ging ik muziek uitbrengen. Sta ik op een album van Bolleboff. Nummer, wat Hef op zijn album heeft, Hefvermogen, heb ik gewoon geproduceerd samen met Ryan Babel. Hij heeft het Peri gegeven. Peri heeft een paar drums eronder gezet. En het is gewoon een van zijn beste albums geworden. En hij komt nu met de vermogen twee of drie, volgens mij. Ja. Maar niemand weet dat sinds de dag van vandaag. Ja. Maar waarom dacht je in die tijd van. Hey, yo, it's me? Waarom, ja, waarom dat, deed je dat niet? Dat was gewoon omdat mijn ouders hebben dat zo erin gestampt. Uh, je moet je focussen op één ding. Mm -hmm. Ik kon vroeger ook in een Surinaamse bandje gaan, Kabula gaan spelen, laat thuis gaan komen, naar feestjes gaan en al die dingen. Maar wat heb je eraan? Als je focust op één ding, dan gaat het, dan gaat het uiteindelijk gaat het zijn vruchten afwerken. Maar ze hebben ook gelijk gehad. Ze hebben ook gelijk gehad. Ja. Maar op een gegeven moment heb je zoveel vrije tijd. Je voetbalt, je traint in de ochtend, negen uur. Je komt thuis, het is half twee. Wat ga je de rest van de dag doen? Ja. Wat ga ik doen? Thuis zitten, gamen. Ik kon ook doen, dingen doen die ik leuk vind. Dat is een van die dingen, dat is ja. gamen. Maar ik kon ook in de studio gaan, op pokoe gaan maken. Ja. Omdat ik bang was wat de andere mensen de buitenwereld ervan zou, uh, zullen vinden. Heb ik het nooit gedaan. Wat dacht je dat ze, ze zouden zeggen dan? Ja, die El Giro folks, niet zo op voetbal. Hij is alleen maar bezig met muziek. Gangsters zijn, uh, uh, juwelen, dit, dat, bla, bla, bla. Ja. En daar was ik bang voor. En op een gegeven moment dacht ik, was ik ouder. En je wordt, uh, ja, je wordt, je wordt meer, uh, hoe moet je dat zeggen? Uh, meer wijzer van uh, ja, je, eigen, je eigen wil. Je doet zelf wat je zelf wilt. Ja. En op een gegeven moment ging ik gewoon muziek maken. En dan ging ik het ook gewoon uitbrengen onder mijn eigen naam. Toen dacht je, fuck it. Toen dacht ik, fuck it. Uh, ja, maar doe maar het ja. Niet omdat ik dacht van, oké, okay, ik heb mezelf toch wel safe gespeeld. Ik heb genoeg geld of iets. Maar ik dacht gewoon van, ook voor de, voor de jongeren. Je moet gewoon doen wat je zelf leuk vindt. Ja. Als jij denkt dat je daarvan gelukkig wordt, dan moet je dat doen. Ja. Maar focus is wel belangrijk. Want je moet wel daarbij zeggen van... Je moet doen wat je leuk vindt, maar je moet je wel uh, erop focussen. Want heel veel, heel veel kids die naar me toe komen, van, die zeggen van... hoe word ik succesvol in de muziek? Hoe word ik succesvol in dat? Ik zeg, je moet A, heel veel passie hebben. Je moet het echt leuk vinden. Je moet letterlijk dit gratis willen doen. Want in het begin ga je het gewoon gratis moeten doen. En ga je hoofdpijn hebben. Je moet ook offers brengen. Je moet heel veel dingen laten. Je moet vooral dedicated en gefocust zijn. Maar ik ben het zeker met je eens. Je moet wat doen wat je leuk vindt. Maar die focus en die discipline is zo belangrijk. Want als ik je de vraag stel: van... wat is er voor nodig om een prof-voetballer te worden? Wat zijn de key elements? Wat kan je nu, iemand die nu meekijkt naar Real Talk, um, meegeven van hoe maak je dit in de voetbal? Want je bent succesvol als voetballer. Je moet gedisciplineerd zijn. Uh, je moet een echte uh, winnersmentaliteit hebben. Ja. Het is soms ook echt koud op het veld. In de ochtend moet je, moet je scherp zijn. En je hebt heel veel jongens die linksbuiten willen spelen, bij wijze van spreken. Ik ben er linksbuiten. Ja. En dan, je hebt 17 miljoen inwoners in Nederland. Ja. Hoeveel jongetjes willen profvoetballer worden en willen linksbuiten zijn? Ze willen beter dan jou zijn, ze willen beter dan jou worden. Ja. Maar jij staat op die positie. Je speelt Nederlands elftal. Je moet achteraan aansluiten. Ja. Dan krijg je de kans, dan moet je er gelijk staan. Als je er niet staat, moet je weer achteraan aansluiten. Ja. En uiteindelijk heb ik in het Nederlands gespot. linksbuiten. Dat betekent je bent aan de top. Er komen is heel makkelijk, maar er blijven. Je moet ja. constant, constant moet jij beter zijn dan diegene die op jouw positie kan spelen. Hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat je. Focus. Focus. <coughs> en dat is het, dat is het ding. Uh, toen, ik van het, toen ik op het WK speelde, ik had iedereen voor me. Dus we begonnen met Dirk Kuyt op linksbuiten. Was Dirk Kuyt dan iets minder, zette hij Sneijder op linksbuiten. Sneijder wilde niet op linksbuiten spelen, zette hij Van der Vaart op linksbuiten. En toen was het geen tussen mij en afleiding. Op een gegeven moment speelde ik linksbuiten. Ik was ook de eerste invaller. Goede WK gespeeld, tweede geworden. Uh, net verloren van Spanje in de finale. Ja. Toen ging ik naar Juventus toe. Toen keek ze helemaal niet meer naar me om. Ik speelde niet bij Juventus. Dus zo hard is het voetbalwereld ook. Wie keek niet meer naar je om? Nederland zelf dan. De, de, de mensen die, waar ik een WK mee had gespeeld. Ja, hoe voelde die dat? Keek niet meer. Dat doet pijn. Ja. Dat doet pijn. Zoals je het nu ziet, want Donny van der Beek, die speelt niet. Met alle respect, ik hou van Donny. Ik vind Donny een hele aardige jongen. Ik ben zelf... Uh, begin van het seizoen heb ik nog samen met hem getraind. Ja. Maar het is gewoon de realiteit van nu. Ja. Toen ik bij Juventus niet speelde, hoorde je niemand over mij praten. Donny van der Beek, hij speelt hij bij Manchester. Hij zit op de bank. Maar iedereen praat over hem. Hoe kan dat dan? Waar ligt het aan? Ja, je kan zeggen van ja, uh, het is Donny van der Beek. Het is een Nederlandse jongen. Je kan zeggen. Dat kan je allemaal zeggen. Maar dat is allemaal als, 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 als. Maar het deed, het deed wel pijn. En vooral als je het nu ziet. Ja. Als mens. En dan moet je ook mee handelen hoe je daarmee omgaat. Hoe deed je dat dan? Hoe ging je daarmee om dan? Ik kon niks, wat kun je anders doen? Gewoon ja. keihard door blijven trainen. Ja. Dat heeft me ook gevormd als mens. Ja. En vooral als ik dan nu daarna kijk... dan denk ik van... het is een hele andere tijd, maar... het is gewoon een keiharde wereld. Ja. En, wie, en met wie praat je op zulke momenten? Dat je op een gegeven moment... ik kan me voorstellen dat je soms wil vloeken dat je soms wil zeggen ja maar die kills dan pannekoeken die gaan ze en ik wil tegen wie is jouw vertrouwenspersoon op zo'n moment want je moet wel iemand hebben je moet je kunnen ventileren ja, ja. mijn vrouw, vrouw, okay. vrouw is mijn vertrouwenspersoon met haar kan ik over alles praten mijn zaak waarnemen ja, uh, ja mijn mijn broer ja. broers uh, mijn best, uh, beste vriend dan uh, ja. daar kan ik met 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 hun kan ik daarover praten ja ja. Hoe, hoe belangrijk is het? Want dat is heel mooi. Je noemt als eerst je vrouw op. Um, wat ik dus altijd zie op Instagram is zeg maar, jij en je family. ze zijn heel belangrijk voor jou. Je bent al heel lang al met, met je vrouw. Wat maakt haar zo bijzonder uh, voor jou? Gevoel dat je denkt van zo, zij is ever. Wat is die? Want dat vind ik zo magisch. Ik vind dat het mooi om liefde ook uh, uit te lichten. Ja, ze is gewoon speciaal. Uh, ja, ik heb, ik heb genoeg fouten gemaakt. Ik heb genoeg fouten gemaakt. Ik ben... Ik ben wel gegaan, Ik ben wel eens. Ik ben wel eens uh, ja, ik heb, ik heb gecheat. Maar ze is altijd bij me gebleven en dat waardeer ik ook. Snap je? Love. Dat waardeer ik ook. En ja. uh, ze heeft me vier gezonde kinderen geven. Uh, ja, ze is altijd voor me geweest in moeilijke en slechte tijden. En dat was gewoon die, die bubbel waar ik in leefde. Je ik kreeg zoveel aandacht. Ja. Ik kon, ik, op een gegeven moment wist ik nog niet meer hoe ik ermee om moest gaan. Ja. Moeilijk. Kom, je komt daar, je komt flesje binnen, je krijgt aandacht, dus je krijgt DM, dit, dat, bla, bla, bla. Ja. Je bent roekeloos. Je, je gaat, schijt, ga je overal naartoe. Je doet wat je wilt. Je denkt, ja. je bent untouchable. En dan pas later, op latere leeftijd, kom je te beseffen: van, oké. Okay. Want op welk moment word je wakker dan? Want zeg maar, he, heel veel boys die komen in zo'n uh, situatie. Sommige jongens zeggen: hoe kan je dat doen? Maar die zijn nooit in die situatie geweest. Dus die snappen niet, zeg maar, dat de verleiding next level is. Want als jij binnenkomt. Inderdaad, je kan alles uitkiezen wat je wil. Het is gewoon een menukaart, bij wijze van spreken. Ja. Dan moet je wel, je, je moet het wel zeg maar kunnen balanceren. Maar op welk moment bereik je het punt dat je denkt, oh man. Ik, 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 ik Kijk, maar, waar. op geen moment, je, dus alles, is het, alles, is mm -hmm. alles is hetzelfde. Alles is hetzelfde. Alles is hetzelfde. In relatie heb je ups en downs. En dan in die down momenten, dan ga je domme dingen doen. En, ja. Dan ga je zoeken, dan denk je van het is het groen aan de overkant. Nee, het is hetzelfde. Het ja. enige wat, wat je dan nu hebt dat ik ouder ben geworden, denk ik gewoon, ik wil gewoon stabiliteit voor de kinderen en een stabiele situatie voor thuis. Mooi. Dat zijn de mensen die van mij houden. Ja. Dat zijn de mensen waar ik oud mee word, wil ja. worden. En, en zo sta ik nu gewoon in het leven. Ik wil gewoon, uh, ik wil gewoon lekker rust. En ik wil gewoon lekker uh, leuk ondernemen. Ik wil gewoon op vakantie kunnen gaan wanneer ik wil. Ja. En, en zorgen dat, dat, dat iedereen gewoon gezond is. De mensen die ik lief heb. Iedereen gewoon omheen lekker gezond is. Ook al hou ik niet van je. Dat hoop ik hoop gewoon dat iedereen And gewoon gelukkig ja is. Iedereen gewoon gezond is. En ja. mashallah gewoon lekker. Uh, ja toch? Want, 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 hoe, want hoe belangrijk is het hebben van de juiste cirkel om, om je heen? Want zeg maar je hebt natuurlijk ook... Vrienden en vrienden kunnen soms ook je verkeerd beïnvloeden. Maar hoe belangrijk is het hebben van een goede, goede ja, omgeving voor je mindset? Weet je, want het zijn nu voor boys of girls ook die willen voetballen. Wat is die mindset, weet je, behalve discipline, van de mensen? Hoe selecteer je mensen? Um, ik, hou het gewoon heel, ik hou het gewoon heel simpel. Ik ga gewoon met de mensen om waarvan ik hun moeder ken, waarvan okay. ik hun vader ken, waarvan ik hun familie ken. Waar ik mee ben, zelf mee ben opgegroeid. Ja. Dan, als iemand zo iemand jou teleurstelt, dan doet het niet zoveel pijn. Ja. Alsof je nie, iemand nieuws in je leven laat en dan waar je ooit al je twijfels van hebt. Ja. Dan komt die teleurstelling harder aan, want dan denk je al van tevoren: van, je had het niet moeten doen. Ja. True. En dan nu is het gewoon van ja, als het klikt, klikt het. En ik blijf gewoon met die jongens waar ik, uh, ja, waar ja. ik gewoon mee ben opgegroeid. Ja. We we'll starten van de bottom, On starten van de bottom, yeah. En Gewoon proberen elkaar op te tillen naar de next level. Yeah. Hey, heb jij een businessplan? Kom met een goede businessplan. Ik going help you. Ja. Yeah. Heb ik een businessplan, bro? Ben jij daar goed in? Hé, hey, bro, probeer me te helpen. We gaan naar de next level toe. Ja. Maar hoe heb je die business mind ontwikkeld? Want zeg maar. Uh, in, in deze podcast hebben we het natuurlijk ook over zeg maar, successen, mindere momenten, uh, kwetsbare momenten, waar mensen ook veel van kunnen leren. Maar ook uh, heel veel mensen zijn tegenwoordig bezig met ondernemen, willen een bedrijf hebben. Andere mensen hebben er niks mee, maar kijken ernaar. En die denken: van, Oh, ik heb mijn vragen erover. Maar hoe ontwikkel jij jouw business mindset? Want je bent de hele tijd bezig met voetbal. Wanneer komt dat business gedeelte naar boven? Dat je denkt: Hé, hey, ik kan ook mijn geld in iets anders investeren. Wanneer ontstaat dat en hoe gaat zoiets? Uh, was eigenlijk heel vroeg. Ik kan eigenlijk door Regi blinken. Hij begon al heel vroeg met live heeft de voetbal. Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik, ik dacht al van, wat, ja, wat ga ik eigenlijk doen na mijn voetbal? En ik dacht van, ja, ik hou al van fashion, ik hou van kleding en ik hou van dat. En toen uh, kwam na 2K, kwam Demi naar mij toe. Dat was 2011, 2010 zo. En Demi zei tegen mij van: Els, hey, zou je niet een kledingmerk met mij willen beginnen? Ik zei: Ja, als we alles goed voor elkaar hebben, dan zou ik het wel willen doen. Toen kwam hij met Ralph en Show. En, ja, en toen zijn we gewoon begonnen, man. Okay. En dat was dat tijdens dat ik echt in de pieken van mij, dat ik bij Haas vast zat ja. in Duitsland. Dat maar ik echt... En Demi Duitsland weet kon. waar hij het over heeft, uh, dit, dit ja. vertrouw ik wel. Dat gaat om ja, goede Demi, kant op ik heb ik, en, en dat is de dat is kunst van... van, van Iemand in zijn, in zijn sterk te laten. Ik heb Demi nooit belemmerd of zo. Ja. Ja, misschien heb ik Demi belemmerd in, 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 uh, in, in de schade die ik kon aanrichten aan Baller. Doordat ik zo roekeloos was. Doordat ik misschien uh, een schandaal ging uh, of zo. Ja. Zonder dat je er eigenlijk bewust van bent. Ja. Maar pas als je laat, hoe ik nu zo ouder ben, denk ik ja. van hé hey, Ellie was echt roekeloos. Ja. Hey, toch? Je hebt echt dingen gedaan waar je echt Baller mee kon beschadigen. En dan denk ik van oké. Okay, Gelukkig is het nu goed. Ja. Toch? En is het nog goed gekomen. Maar het had dat ook echt fout kunnen gaan? Maar hoe dan? Want zeg maar, ik, ik heb het helemaal niet meegekregen. Maar wat bedoel je met bijvoorbeeld. De, 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 want zeg maar, ballen was al populair. Ja. Dus, en jij, jij was ook een soort silent partner. Want ja. de, 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 die deed alles op de voorgrond. Dus w, wat, hoe kon jij dan de brand Kijk, schaden? toen bijvoorbeeld. Uh, uh, ik begon met Demi. Ja. Ik, be, ik investeerde dan 3,5 ton. Ja. Ik noem gewoon bedragen, want ik ben er toch niet uit. <laughs> <Ja>. <laughs> ik be, ik, be, ik, be, ik besteedde dan 3,5 ton. Oké. Okay. Daarmee ging Demi aan de slag. Die bedrijf, dit, dat, lood dit, dat, inkopen, dit, dat. Uh, directeur erbij, Ralph, Sjoel. Uh, en medewerkers. Begonnen we klein. Op een gegeven moment kwam Demi naar me toe en zei van, Ellie, we hebben nog een stoot nodig. Dus ik naar die toe. Greg, hey Greg, zou je niet in Ballen willen komen? Gregory van de Wiel. Gregory zegt, ah dope man. Demi zegt, ah Greg, ja dope. Gregory erbij, ook 3,5 ton. Heb je, dan uh, heb je dan 7 miljoen, mm. of 7 ton. Mm -hmm. Daar gingen we ook mee aan de slag. Gregory was, ja, poppin'. Mooi boy, dit dat. Yeah. Uh, goed gekleed. Ik, uh, jong Nederlands elftal. Gregory, jong Nederlands elftal. Al die jongens die eigenlijk een merk zijn begonnen in de voetbal. Allemaal mislukt. En wij bleven maar gaan. Toef, 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 toef. Ballen. Op een gegeven moment zag je ballen door heel Nederland. Iedereen had een ballenshirt aan. Of een petje. Of een rugtas. En dat sloeg echt hard aan bij de, bij de, bij de, bij de young, new generation. Ja. Zaak geopend. Bleven gaan. Pop, pop, pop. Uh, in Dubai kwamen we te liggen. Uh, bekende, bekende voetballers. Uh, die nog bekender dan ons waren. Die liepen met ons. De Maria bij zijn presentatie. Liep met, uh, met Baller. Uh, we gingen Baller vernieuwen. We kregen uh, in één keer. Uh, een collectie van. van 10 items naar 30, 40 items. Ja. En het werd als warm broodje werd verkocht. Bleef maar gaan. Zeker. Uh, ja. Uh, Gregory ging dan op een gegeven moment ging Gregory eruit. Uh, voor een groot bedrag Gregory uitgekocht. En ik was dan. Greg, op een gegeven moment werd ik, werd ik niet meer erbij betrokken. Qua, plan en Qua ideeën. plannen en ideeën. Demi deed het zo goed. Dus ik dacht van waarom moet ik zo dom zijn om met mijn hand op tafel te gaan slaan en Demi te belemmeren met wat hij doet. Ja. Hij deed het toch goed. Dus ik was gewoon de stille de houden. Af en toe kwam dan nog, moest je nog een klein beetje inzet erbij zetten. Misschien kreeg je wel een stem. Nee, nou, hey, hey, niet zo'n man. <laughs> nee, nog eens. Yeah, yeah. Ik had niks te zeggen, want het was drie tegen één. Yeah. Ik ben een van de aandeelhouders en hun waren dan met z'n drieën. Ja, minder, minderheid heeft nooit wat te zeggen. Yeah. Dus ik dacht op een gegeven moment van: hé, hey, Ellie, dit is niet goed. En dan had ik bijvoorbeeld uh, een, een accuetje op de club of yeah. uh, iets wat er gebeurde, ik reed met mijn auto en uh, ik werd aangereden, maar ja, ja. in de pers komt te staan van... Eldra rijtsen Bentley in de, in de prak. Ja, dat is alleen maar imago-schade voor voor, ja. voor, voor ja. En dan kreeg je hun weer op je vloer. En dan dachten hun van... Hé, hey, we moeten Ellie zo snel mogelijk eruit hebben... want uh, het gaat niet goed. Voelde je dat ook? Dat, dat voelde eruit? ik ook. Okay. Dat voelde ik ook. En dat vond ik niet leuk. Want we ja. zijn ergens samen mee begonnen. Ja. Dus ik dacht op een gegeven moment... Uh, ja, ik werd ouder, ik werd iets rustiger. En het ging gewoon lopen, het ging lopen, het ging lopen. Het werd ja. toch gewoon een succesbedrijf. Ja. ja en, uh, ik heb altijd mijn mond dichtgehouden. Demi gewoon zijn dingen laten doen. Waar Demi goed in is. En ja, en nu ben ik 35. Heb ik gezegd van, ik wil mijn aandelen verkopen. Het heeft twee jaar geduurd. Waarom? Ja, ze waren aan het zoeken naar een investeerder. Ja. En uh, hebben ze gevonden. En heb ik mijn aandelen verkocht voor een uh, Zo. hele leuke bedrag. wow Je bent cool. <laughs> ja. Ja. Maar het is een mooie investering. Want je, je bent dus meer dan tien jaar geleden erin gestapt. Drie en half ton erin gestapt. En je bent gewoon weggelopen met goede money. Dat is wel een mooie investering, bro. Ja, zeker. Dat is, uh, ja, zeker. Dat is een beautiful thing. Lucky like ass man. <laughs> <laughs> nee, maar ja, is het ook... Want heel veel mensen zullen waarschijnlijk nu reageren en zeggen van... Uh, ja, het is geluk. Uh, heel veel mensen roepen ze ook geluk. Ik weet bijvoorbeeld dat ik met Mobis heb ook in de Rieltalk sprak. En hij zegt van, heel veel mensen komen ook naar hem. Ja, geluk is geluk. Het is geluk. Is het nou geluk of is het nou gewoon... Je bent gewoon, doordat je hard werkt, kom je op bepaalde plekken. En je staat gewoon open voor een opportunity en een mogelijkheid. En je reageert erop. Ik moet je afdwingen. Ja. Ik ja. moet je afdwingen. Hetzelfde met voetbal. Ja. Soms zeggen ze, net zoals Real Madrid. Woon van Pires de Chemin. Ja. Iedereen zegt, was geluk. Ze hebben het afgedwongen. Hun hebben uitgestraald dat ze die wedstrijd, koste wat kost, wilden winnen. Ja. Het kan alle kanten op gaan met uh, voetbal. Want je moet voorstellen, ik ben niet eens voetbalspecialist. Maar ik kijk altijd naar WK's en zeg maar de grote wedstrijden. Dan ga ik zitten en dan ga ik doen alsof ik gewoon expert ben. Maar ik ga gewoon roepen en shit. Maar ik weet nog, want we begonnen ook over het WK. Toen Nederland in de finale zat, toen dacht ik echt, gaat het gebeuren? Ik zweer het bro, want ik weet, we teren heel lang op die EK uit 88. Ja. We hebben die gewonnen. Maar dit was de eerste keer dat ik dacht, maar wij kunnen gewoon wereldkampioen worden. En jij zat op het veld. You was like in the whole vibe. Ja. Hoe gek was die... Kan je het nog herinneren hoe gek dat gevoel was van... Ja, maar luister dan. We almost became world champions. Moet ik je het mooie ervan vertellen? Ik heb nog ineens doorgehad. Die hele WK. Ik ging gewoon normaal alsof ik naar een toernooi toe ging. Ja. Alleen het was een speciale toernooi. Ja. Pas toen ik terugkwam in Nederland. Toen pas voelde ik... Wat, ik, wat we in Afrika hebben gedaan. Sick. Het is dus gewoon een soort, een soort baas of zo, een soort een high Mensen kwamen gewoon naar me toe, gewoon van... Yo, Elia! Nu nog steeds. Elia, toen, op het WK, je was echt gruwelijk. Ja. Ik denk van, gruwelijk? Ik was gewoon een invaller. Ja. Ik ben geen wedstrijd begonnen, ja, één... Een... Nee, nog niet eens. Ik ben nog niet eens één een wedstrijd begonnen. Misschien Cameroen, ja. maar toen waren we al door. Maar hoe kijk je terug dan op je prestatie, want je zegt nu van... Het is, het, het is was, uniek, okay. het is uniek als jonge jongen, 19 jaar, ja. in het Nederlands elftal spelen. En heel Nederland was gewoon op een gegeven moment, hé, hey, zet Elia erin man, zet Elia erin. Ja. En ik thuis was gewoon van, van, no man, zet me niet erin man, no. <laughs> het is goed, is goed zo, ja, ja. zet me maar tweede helft erin. Maar waarom die pressure? dat was nog een espresso, maar ik vond het wel goed gaan, je weet toch? Die jongens deden <laughs> het goed, de... ja. maar als ik erin kwam, zeiden ze van, ik stond er stond een hele nieuwe gevoel op het, in de wedstrijd van nu gaan we die wedstrijd winnen. Ja. En als ik dan terugkijk, denk ik van, hey, mensen, ja, het was best wel zo, ja toch? Maar over jezelf kan je dat niet zeggen, maar pas later, pas als je het beseft, dan denk je van, nee, ik was best wel dood, man. Ik was best wel dood. Ja, <laughs> toch? Ik was best ja, wel, wel dood. Hey, hey, hey. Ik was best wel en als ja. ik de interview dan kijk, dan zie ik me zo met op mijn kop zie ik zo dat, dat ik voor de camera met mijn haren komt, denk ik zo, ja, ik wil gewoon voetballen, schijt aan iedereen en ik wil gewoon acties maken. <laughs> nu had ik me anders zelf verwoord. Maar hoe kijk je terug naar die alien daar als je ik zo? Ik vind het de... dus gewoon, ik vind het vet, gewoon een jonge jongen, ja, ja, ja. Uh, 20, uh, 19, 20 jaar, ja. zo voor een camera met de haren kwam. <laughs> op een gegeven moment, ik kom in Nederland, bab, iedereen aan de kwam. Ja, ja. Gewoon blakka boys met kruisdagen in hun haren stijlen. ja. ja. Maar was dat ook de eerste, de eerste keer dat je ook bewust was van de invloed van een voetballer? Dat je ook besefte van, hé, hey, ik heb invloed en, en, en ik moet daar een bepaald niet mee omgaan? Of ben je op dat moment nog steeds niet bewust van je de invloed? Niet, je bent er niet van bewust. Was ja. wanneer je een paar keer iets hebt gedaan wat niet kan. En dan zeg je van, je bent een voorbeeldfunctie. Je moet eerst gaan beseffen wat een echte voorbeeldfunctie inhoudt. Ja, wanneer hoorde je dat voor het eerst dan? Je bent een voorbeeldfunctie. <laughs> dat um. je dacht, oh shit, oké. Okay. Ja, als je, als, je, als je iets hebt gedaan wat niet kan. Mm -hmm. en, 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 en kleine kinderen kijken naar je op en hoor je van: hé, hey, je bent de voorbeeldfunctie. Jij moet, het, jij moet die kinderen het goede laten zien. Ja. Wat, wat niet hoort, wat wel hoort. En de dingen die niet hoort die moet jij eigenlijk gewoon moet eigenlijk perfect zijn. Ja, wat maar vind ja, je ervan? Ik, ik vind het eigenlijk niet kunnen, omdat je een mens bent. Ieder mens maakt een fout. Ja. En sommige mensen, soms, je vraagt er je niet om, maar je, een soort van, het komt altijd naar je toe. Ja. En dan denk ik altijd van, ah, ik ben de victim, ik ben dit, altijd ik, altijd dit, ja. ik ben altijd dit. En maar, nu leer ik mezelf echt gewoon van, je kan die dingen ook vermijden door niet in die situatie te komen. Om dingen te. Je ontloopt dingen eigenlijk. Bijvoorbeeld, je gaat uit ja. en beval, bepaalde mensen krijgen ruzie, je hoeft ook niet uit te gaan. Je ja. kan ook je eigen ruimtes maken. Ja, ja. Dat wat je bedoelt. Je eigen feest creëren. Ja. Maar eigenlijk is het ook een mooi iets hè, als mensen je zien als een role model. Want het is aan de ene kant is het een blessing. Ik geloof zeg maar, dat we bepaalde vaardigheden van hoger af krijgen. En het is aan ons wat we ermee doen. Het gaat ook om de intentie achter de dingen die je doet. Kijk, ik vind zeg maar, zo'n voetballer als Ronaldo. Ik ben geen voetbalspecialist. Maar wat mij heel erg uh, aan hem. Uh, wat ik bewonder aan hem. Is dat hij zich zo vaak inzet voor zieke kinderen, dat hij kinderen helpt. Volgens mij heeft hij een keer een beenmergtransplantatie, ik weet niet wat hij allemaal heeft weggegeven. Maar hij, hij, hij is een hele bewogen guy die met zijn invloed ook iets doet. En dan denk ik: dat is mooi, hij kan ook alleen maar uh, oppervlakkige dingen doen. Ik bedoel, we zien hem natuurlijk, hij heeft allemaal mooie auto's en dat soort dingen. Maar hij is, hij is also very invested in, in people. Dat is ook een mooi iets. Ja. En het is hetzelfde wat ik weet dat jij in een interview op een gegeven moment zei van, jij wilt ook jongeren gaan begeleiden. Uh, weet je, jongens die bijvoorbeeld het kunnen maken in de voetbal, maar niet de juiste aansluiting vinden ja. met een coach. Hoe denk je daar nu over? Nog steeds hetzelfde. Uh, wat mevrouw dan nu gaat doen uh, met haar vriendin, ze gaat een, uh, een platform, of niet platform, ze gaat een agency beginnen, okay. waarbij ze de jonge jongens gaat helpen. Oké. Okay. In het begeleiden van hun geld hoe ze ermee om kunnen gaan, investeringen die ze kunnen doen, uh, bedrijven bijvoorbeeld die uh, iemand met een goed ondernemersplan die geld nodig heeft en dan gaat mevrouw uh, met haar vriendin gaat ze die mensen proberen bij elkaar te zoeken, ja. dan kunnen die jongens kunnen daarin investeren. Oh, nice. en zoals bijvoorbeeld een, uh, Albert Heijn wil een nieuwe uh, Albert Heijn openen ja. en dan komen panden komen vrij. Dan kunnen die jongens daarin investeren hebben ze altijd een. Uh, garantie dat ze hun geld maandelijks krijgen. Omdat de autoriteit van de huur, betaalt. De huur van, da daarvan, ah, uh, daarvan betaalt. Smart. En dan gaat zij daar een middenweg in zoeken. Hoe komt ze op zo'n idee dan? Hebben jullie dat een gesprek in de bedroom van hey, schat, nu ga jij even ondernemen. Is het een ambitie van haar of meer zakelijk... Dus, ja, omdat zij weet van, ik heb nooit de begeleiding gehad van uh, hoe ik met mijn geld moest omgaan. Mm -hmm. In het begin was het, hé hey, pap, nieuwe Louis Vuitton, personal shopper, pap, gaat halen. Komt hij halen, je betaalt hem 300 euro meer, maar je hebt wel de nieuwste outfit. Ja. Snap je? Ja. En zo ging het altijd. Nu ben ik gewoon in mindere mate. Ik heb nog wel mijn outfitjes. Ja. Ik koop nog wel mijn dingen. Ja. Ik koop nog wel wat ik leuk vind. Maar, maar het is niet minder. meer het moest. Ik okay. moet het hebben. Omdat ik de ledersdrip drip wil hebben. Is er een soort verslaving op een gegeven moment? Tuurlijk is het een verslaving. Ja. Tuurlijk is het verslaving. Je ziet Jan Willem loopt gewoon met uh, merkloze kleding. Ja. Maar die Jan Willem heeft wel een uh, paar nullen achter zijn bank. Ja. En wanneer Jan Willem op vakantie wil gaan. Dan gaat hij wel op vakantie. Ja. Maar dan bijvoorbeeld, als ik niet slim was geweest, had ik niet, als ik niet had geïnvesteerd, ja, dan was ik ook die, uh, een van de duizend atleten die uh, na zijn carrière brook was gaan. Ja. Maar wat heeft je gered, denk je, behalve die investering in ballen? Wat is, wat is die, die, was dat die mindset toen je daarin begon te investeren dat je dacht van hey, oké, okay, ik geef dit bedrag uit. Ik moet wel wat sparen. Mijn vrouw, de juiste mensen om je heen, een okay. koor en is dan mijn adviseur. Die zei tegen me: van Ellie blijf zitten, hou je mond dicht. Als ik toen Rebels was geweest, ging ik ook tegen Demi zeggen: Hé, Demi, ja, dat, ik wil eruit, ik wil mijn geld hebben. Hij zei Rustig. Hij zei: Rustig, Ellie. Contract. Let the money grow. Ja, zo. Hij heeft me echt rustig gehouden. En als ik die mensen niet om me heen had gehad, dan was ik ook echt, dat je zegt van: Misschien roekeloos met mijn geld omgaan. En had ik nog wel geld, maar niet meer. Wat ik nu heb, ja. Maar hoe, maar hoe is dat? Want zeg maar, je, je hebt mensen die... Uh, weet je, als je het hebt vo over voetballers, is gelijk... Money, ze hebben money, auto's, snelle dingen, vrouwen... Oké, okay. maar jij bent profvoetballer en profvoetballer geweest. Uh, ik weet niet wanneer je gaat stoppen met voetbal, maar je gaat binnenkort stoppen. Zeg je ergens, maar je moet nog bedenken hoe en waar. Maar op het moment dat je prof bent en je speelt... Is er nergens een adviseur bij de club... Die tegen een jongboy zegt: En hey, luister dan, uh, nu heb je 100.000 of nu heb je 2 miljoen, uh, uh, spaar 50%. Of dit. Is, is daar begeleiding in, mentale begeleiding? Is er financiële begeleiding? Ik ken die wereld niet. Hè? Dus wat, is, wat, is, wat gebeurt daar? Er is, er is wel begeleiding, maar het is in de het is in belang van hun zelf. Hun really? ze willen dat jij investeert in de bank. Dus okay. als jij een miljoen hebt liggen, willen ze dat jij die miljoen rente daar gaat halen bij hen. Misschien 4%. Ja. ja. En als je niet oppast, nu is het nog, nog lager. Ja. Omdat de crisis is. Ja. Maar je kan het ook slimmer in andere dingen investeren, maar dat zeggen ze niet tegen jou. Ja. Die, of, de, de clubs. Ja. Die, ja, ja. De, de, de banken. Ja. Dus die zeggen van, ja, kom maar hier naartoe. Uh, save ja. je geld maar hier. Hoe ja. meer klanten hun hebben, hoe meer fee hun krijgen, bij ja. wijze van spreken. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld adviseurs hebt, die... Ook nog in andere projecten. Bijvoorbeeld een hotel. Uh, net als uh, adviseur van mij. Die heeft een hotel uh, laten bouwen. Midden in Portugal. Met een hele groep. Er uh, zitten allemaal mensen in die daarin hebben geïnvesteerd. Ja, misschien 2 ton, 3 ton, 4 ton. Dit, dat, bla, bla, bla. Ja. Nu is dat hotel is gewoon 60 miljoen waard. Zek. Dus als je dat verkoopt. En je hebt jouw procent. En uh, je hebt misschien uh, 5% daarin. Ja. Ga dat maar rekenen. Ja. Van de 60 miljoen. Ja, zeker uh... dan heb jij gewoon serieus geld. Dat yeah. zijn gewoon slimme investeringen. En als jij daarvan drie, vier, vijf investeringen hebt of zes investeringen. Dan denk ik wel dat je het goed hebt gedaan je als het einde he? van, uh, ja, van de rit. En uh, dat zijn de investeringen die, die, die mij adviseur mij voorlegt. Freaking smart, freaking smart. En dat is misschien, ja, misschien een cafetaria aan de andere kant van Nederland. Uh, een huis. Uh, aan de andere kant van Nederland. Want, want is het is ook een huizen, toch? Ja. Uh, heb je je hoeft niet te vertellen hoeveel huis je Maar zeg maar, je hebt meerdere grond in Nederland, ook in het buitenland, heb je ook, zeg maar? Ja, ik, uh, ik heb uh, huis voor mijn moeder laten bouwen in Suriname. En daarnaast bouw ik, uh, wil ik dan mijn eigen huis gaan bouwen en dan gaat mijn moeder in mijn huis wonen. En dan dat huis wat ik voor mijn moeder heb laten bouwen, kan je dan verhuren. Uh, in Nederland, dan heb ik pas geleden dan uh, mijn huis verkocht. Uh, ik had hem voor 3,25, drie, drie, had ik hem gekocht toen ik bij 20 zat, ja. met mijn eerste contract. Ja. En uh, ik heb hem pas geleden dan voor uh, acht ton gekocht. Acht ton, bro? Ja. Sick. Ja. <laughs> Jij lacht er gewoon de hele tijd. Op. <laughs> you live all the way to the back. You're like, I got you, I got you, you. again. Ja, ja, dat, dat ja, dat zijn gewoon de leuke dingen ook van het, van het investeren. Ja, ja. Soms heb je verlies, soms heb je winst en ja. soms heb je geluk. En... Wat is een verlies voor jou? Want zeg maar wat over de winst. Wat is een verlies voor jou? Een uh, verlies van mij was Callisto. Ik had een eigen cocktailbar in, uh, in uh, Den Haag. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb, ik heb erin geïnvesteerd, uh, 2,5 ton. Uh, leuke momenten daarmee gemaakt, uh, leuke feesten. De uh, crisis kwam eraan op een gegeven moment moest je huur doorbetalen. Ja. Ja, met goede avond uh, heb je misschien uh, 6, 7.000 euro omzet ja. op een uh, zaterdag, zondag, vrijdag. Mm. En dan, dan verdien je aardig geld. Maar ik heb niet het gevoel gehad. Dat ik uh, de winst mee heb gemaakt. Het was leuk om te hebben. Ja. En dat is een verlies van mij. Alles wat ik doe, wil ik eigenlijk succes hebben. En daarom fan. zet ik ook met de muziek. Wil ik er, koste wat kost, wil ik er alles voor, voor, voor over hebben. Uh, talenten de kans proberen te geven om muziek te maken. En nu ben ik nu, voetbal ik niet dan, mm -hmm. of weet nog niet wat ik wil gaan doen, maar ik wil er wel alles aan doen om die talenten de kans te geven. Om er wat van te maken. Ja. Want je gaat, je gaat dus stoppen met, met, met voetbal. Uh, ik weet nog dat je in een interview ooit zei van je wilt je carrière stoppen bij Feyenoord. Is dat mogelijk? Of weer dat nog steeds? Of... Nee, ja, het is niet mogelijk. Toen ik terugkwam uit Turkije, wou ik eigenlijk terug naar Feyenoord. En uh, de, de technische directeur die daar zat bij, uh, bij mijn oude club, toen ik bij HSV zat, die zit nu bij Feyenoord. En daar heb ik geen goede ervaring mee. Oh, dat is die kokblokken toch? Dat is die keel die zeg maar niet gunde toch? Frank, Zelfs ik weet dat. dat was Frank, Frank, Frank Arnste, Hij gunde je niet. Wacht even, laat me even uit mijn hoofd. Wacht even. Je kon een overstap maken naar Bayern München. Ja. En hij was die guy. Nee, of nee, zo? nee dat is iemand anders. Dat is iemand anders. Ook oké, oké. Sorry man, I thought you was the guy. Maar er was nee. een andere guy. Die nee, dit ging... was Frank Arnste. Die okay. destijds bij HSV. Uh, en, je ventus wou maar dan hebben. Ja. En uh, HSV had dan geld nodig. Toen zei hij: van, Je moet weggaan. Als je niet weggaat, dan ga je gewoon niet meer spelen bij Haasvouw. Toen ben ik eigenlijk heel snel naar, naar Juventus gaan. Maar ik wil eigenlijk een seizoen bij Haasvouw afmaken, omdat ik in mijn achterhoofd al wist van: als ik een goed seizoen draai, ga het bij een moensje halen. Ah, dat was een soort. Oké, okay, want toen wilde ben dus... ik snel naar Juventus gaan en ja, dat was verkeerd uitgepakt. ben er wel heel. Uh... dat was dus geen vrolijk moment voor jou in Juventus, nee. toch? Want... Nee, ik heb een hele jaar niet gespeeld. Misschien zes, zeven wedstrijden. Ja. maar ik ben er wel gegroeid als mens en uh, veel ervaring op gedaan met ja. grote spelers gespeeld, getraind. Wat en... was je mooiste herinnering uit die tijd? Die glimlach van tot door. Ja, ik, ik zat ja, in de kleedkamer. Ik de eerste keer kwam ik binnen en Gigi Buffon gaf me gelijk een knuffel. Hey, welkom, dit dat. En op een gegeven moment ging ik op mijn stoel zitten en toen kwam Del Piero ja. naast me zitten en Pilo. Dus ik zat het hele seizoen gewoon tussen hun in. Wow. Ja, dat, dat waren. Del Piero was sowieso echt een van mij. Ik had, ik had een Nike-shirtje met Juventus erop, pap, met nummer 10 acht, uh, achterop, Del Piero. Ja, ja dat is, dat is, dat is dat gewoon een van ver. mijn jongens dromen. Ik ja. zat gewoon met hem naast in de kleedkamer. En dan ook nog een andere architect, Piero. Ja. Hoe leuk level nee. is dat? Dan zit je daar als voetballiefhebber bij je idolen. Denk je jezelf van... Is dat het moment dat je zelf knijpt en zegt, ik heb het gemaakt? Ben je, is dat het moment dat je dan beseft, ik ben profvoetballer, ik heb het gemaakt, ik ben succesvol? Dat had ik al. Oké. Okay. Dat had ik al. Okay. Maar ik wou gewoon, kost wat kost, wou ik slagen. En het knaagde gewoon aan mij dat ik niet de kans kreeg om daar te slagen. Ja. En ik ben zo'n pure voetballiefhebber. Op geen moment. Ik had contract voor vijf jaar. Vijf jaar. Ja. Dat gebeurt bijna nooit. Na mijn eerste jaar zei ik gewoon, maakt niet uit wat jullie doen. Ik kom niet terug. Ook al. Ik kom niet terug. Ja. Ik ga gewoon weg. Ja. Tegen wie zei je dat? Tegen Juventus. Oké, okay, ik kom niet meer terug. Ja. Normaal, jonge jongen, dan denk ik wel, eerste seizoen, oké, okay, blijf rustig. Ik was zo onrustig, ja. waar ik spijt van heb. Dat is het enige, wat ik, wat ik nu toegeef, is de enige keer dat ik spijt heb in mijn carrière van de keuze die ik heb gemaakt. Ik dat had je... gewoon rustig moeten blijven. Bij Juventus. Bij Juventus, rustig moeten blijven. En het tweede seizoen moeten aangaan. Ook al was het de trainingskamp en gewoon echt rustig moeten blijven, eventjes eerste jaar gewoon eventjes observeren, je verlies nemen. Tweede jaar knallen. Was het en je het, ego die tegen jou zei, ik ga weg? En mijn ego zei gewoon tegen mij van, ik was kwam van het WK, ik speelde geen Nederlands elftal meer, ik moest in de Nederlands elftal. Ik vond vo, vo, dat ik die beste linksbuiten was. Ja. Ik moest linksbuiten spelen. En dan zag ik gewoon jongens gewoon. Van de Eredivisie, die drie wedstrijden, vier wedstrijden, bam in Nederland Dat maakte me helemaal gek. Ja. Hoe hard ik ervoor heb moeten knokken om in de Nederlands elftal te komen. Ja. Dat was mijn droom. Ja. En dan zit je gewoon bij Juventus op de bank. Dus ik dacht van, ik ga zo snel mogelijk naar een andere club. En dan ga ik weer terug in de Nederlands elftal komen. Heb ik ook gedaan. Ja. Maar ik had gewoon rustig bij Juventus moeten blijven. En, 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 en wat... Wat, had, wat was dan de, de uitkomst dan geweest als je langer bij Juventus? Was? Wat was er dan? Misschien dat ik dan wel kansen kreeg. En als je bij Juventus slaagt, dan slaag je overal. Ah, en had je dan bij Bayern München willen spelen dan? Zeg maar, in plaats van Juventus? Misschien als ik zo goed mogelijk bij Juventus had gespeeld, had Bayern München me wel gekocht. Of ging ik naar een andere club? Want hoe moeilijk is dat? Want dat lijkt me heel moeilijk om te kiezen. Want bijvoorbeeld, ik heb al moeite bijvoorbeeld als, je, als je in de winkel staat en je moet schoenen gaan uitkiezen. En je denkt, oh, zal ik die nemen? Die. Ja, in sommige gevallen ik neem ik ze alle twee, maar, maar even voor de keuzes. Het lijkt me heel moeilijk dat als je opties hebt, van als voetballer, is het, is het beter om te wachten? Moet je nou gaan? Moet je, moet je nou niet gaan? Moet je nou wachten? Moet je nou die... Wie helpt je bij zo'n keuze? Zo'n zaak waarnemen, natuurlijk. Maar ja, je, moet, je moet ook je gevoel volgen, toch? Ja, in ieder je als je zei let's go. Maar... Kijk, ik heb altijd keuzes gemaakt uh, ge gebaseerd op voetbal, niet op geld. Oké. Okay. Echt? En dan zeggen mensen, hoor ik soms, kijk ik wel gewoon in de comments, zeggen ze: ik ben een geldwolf. Echt? En wat Al je... mijn keuzes die ik ja. heb gemaakt zijn gebaseerd op verlies. In jezelf investeren en dan weer twee stappen maken. Ik ging naar Juventus. Omdat het een topclub is. Ik heb een stap achteruit gedaan. Omdat ik wilde spelen. Bij werden Bremen. Ja. Ik ging bij Werder Bremen spelen. Het is niet geworden wat het moest worden. Ben ik naar Southampton gegaan. Om, om mijn carrière weer een leven op te bloeien. Onder Koeman. Een hele half, uh, fijne seizoen heb ik daar gehad. half seizoen. Ja. Mezelf een klein beetje weer op de kaart gezet. Ja. Ook weer terug in de Nederlandse elftal gekomen. Uiteindelijk werden Bremen wel mij niet laten gaan voor dat bedrag, voor 2 miljoen. Ja. Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga mezelf echt op de kaart zetten. Ben ik naar Feyenoord gegaan. Ging ik naar Feyenoord toe, zei ik, ik wil kampioen worden. Zeiden ze van, <laughs> Feyenoord is de achte jaar geen kampioen geworden. Hé, hey, deze bluffer, weer. laat die op donderen, man. Beker gepakt, dat jaar daarop. Dat jaar daarna worden we kampioen. Ik dacht, hè? Ga ik naar Turkije toe? Ja. Denken ze voor het geld. Ja. Dat was een, een club dat die vijf jaar bestond. Eerste jaar worden we tweede. Tweede jaar worden we derde. Derde jaar word ik kampioen van Turkije. Het onmogelijke. Dat is nog nooit gebeurd. Johan Dergs liep gewoon te zeggen. En die mensen aan. Oké, okay, je moet het niet serieus nemen. Maar die mensen, die mensen liepen gewoon aan de tafel. Serieus. Met een serieuze blik te zeggen van. Maar wat gaat hij in Turkije doen dan? Ik ben gewoon kampioen daar geworden. Ik kom terug. Ga naar Utrecht toe. Ik wou naar Feyenoord toe. Ga naar Utrecht toe. Corona, dit, dat, dit, dat. Uh, mijn kleine is ziek. Uh, corona, uh, niet fit. Uh, elke keer maar aan het vechten. Het niet geworden wat het is geworden. Ik dacht, weet je wat. Ga naar de nacht toe. Lekker naar mijn homeclub. Lekker voetballen. Uh, voor een minimumloon spelen, 1000 euro in de maand. Duizend uh, euro in de maand? Ja. Echt? Echt. No cap. Wow! <laughs> ja. Hey, ja oké, okay. wauw. Ja, je, je, je voetbal niet voor de body, ik bedoel duidelijk niet. Gewoon, uh, en dan durven mensen moet... nog steeds te zeggen: Ik ben een geldwolf. Ja. En ik dacht bij Utrecht echt van: hoe ze spraken van ik wil echt de top aanvallen, de top drie aanvallen. En ik had het gevoel dat dat ook echt kon. Ja. En daar durven mensen nog steeds te zeggen: Ik ben een geldwolf. Maar is het, is het iets, omdat je op een gegeven moment ook zei.? Want we begonnen het gesprek ook het over rap. En dat mensen van alles roepen. En dat je op een gegeven moment zoiets hebt van: Ik trek me niet, trek me niks van aan. Als mensen op een gegeven moment in de voetbalwereld zeggen: van, Hij is een geldwolf. Is het wel iets wat je iets meer raakt? Dan ga ik ga er nog alleen maar nog aan in. Oké. Okay. Als het eruit komt, komt het eruit. Maar ik geef gewoon altijd alles. Ja. Ik, wil altijd, ik ben altijd zo iemand geweest. Ik wil jouw tegendeel bewijzen. En waar komt die bewijzen lang vandaan? Hoe ik ben opgegroeid. In de wijk speelde ik altijd tegen oudere jongens. Dus als, jij, als we Amerikanen aan het spelen waren, wilde ik wilde tot in de finale wilde ik komen. Dus je speelde met tien man, ja. één keeper. Ja. En dan moest je tussen al die tien man moest je proberen te scoren. Als je had gescoord, ging je naar de volgende ronde. Ja. En dan speelde ik gewoon tussen. Ik was misschien uh, tien jaar. Speelde ik tussen jongens die 15, 16 waren. Next level. en daar kon ik mezelf al meten van oké okay, ik ben zo goed ja. als ik van die jongens kan winnen dan kan ik ook een stap hoger in mijn elftal en daarom speelde ik ook altijd een, een de elftal hoger ah oké okay. en ja ik ben heel vroeg was ik al zo ver in mijn hoofd dat ik dat dat ik dat wilde bereiken en ja ik heb ook heel veel dingen daarvoor moeten laten ik ging nooit uit ik ging nooit uh, laat op straat buiten uh, chillen en al die dingen ik was altijd vroeg pop voetbal Voetbal, dat naar school uh, opgehaald, naar, naar Amsterdam toe. Toen ik nog in de jeugd van Ajax speelde. Ik heb al die dingen moeten laten. Hoe kijk je terug? Zeg maar naar die tijd: van oh als je het maar laten. Heb je überhaupt iets gemist? Of heb je zoiets van: nee, het, het was het allemaal waard. Het was echt allemaal waard. Ja. Het was het echt allemaal waard. Dat is, mooi, dat is mooi. En ik ben mijn moeder, mijn vader, mijn, mijn, mijn broers, ben ik, uh, mijn zus, die, die, die mij heel in leven tot ik. Eigenlijk het huis uit gingen hebben voor, uh, ja, verzorgd en uh, onderhouden. En alles voor me hebben gedaan. Mooi. Daar ben ik enorm dankbaar. Mooi. Dat zijn mooie dingen, man. Dat zijn mooie dingen. Van uh, ja. hoe belangrijk die surrounding ook voor je is. Die omgeving waarin je opgroeit. Dat, dat support, de support system. Het is belangrijk om die steun ook te krijgen vanuit het thuisfront. Mooi. Um, dus je bent druk, bro. Dus oké okay, je, je voetbalcarrière ga je dus beëindigen. Um, ik hoopte bij Feyenoord. Maar nu dat die guy daar is waar je net over had, <laughs> gaat het dus niet worden. Maar, maar hoe ga je er dan nu bij? Want, want nu kan je niet meer in het seizoen spelen met je voet. Dus moet je dan volgend seizoen? En dan zeg je dan... Ik ga nu gewoon echt uh, revalideren. Ja. Zorgen dat mijn enkel gewoon weer de oude wordt. Uh -huh. Dat ik in ieder geval weer toch gewoon kan rennen, vliegen en ja. winbaar weer ben. Ja. En uh, gewoon fit worden. En dan... Wat er gebeurt gebeurt. Er. Als mijn mind zegt van uh, Ellie, stop. Uh, en als een club zegt van hé, hey Ellie, wat wil je hebben? Van ben uh, je nog één seizoen knallen, ga ik erover nadenken. Oké, okay. maar je geeft jezelf nog een jaar, nog een seizoen. Ja. Ja. Ah, lijkt me ook moeilijk man. Uh, je hebt zo lang gevoetbald om op een gegeven moment te zeggen: punt. Ja, Het is, het is heel moeilijk. Ik, ik, nu, ik kijk gewoon geen voetbal bijna eigenlijk meer. Omdat het gewoon pijn doet. Hoe je? Je ziet gewoon wedstrijden en dan denk je van... Ik hey had dat makkelijk kunnen spelen. Man. Ja. En dan denk je van... Het is misschien niet meer de Ellie van... Maar ja. ik zal nog wel wat kunnen toevoegen. Of, ja, toch, of iets. En ja. ja, een meerwaarde kunnen hebben. Maar ja, als je dat niet... Je, je wordt belemmerd door, door, door een blessure. Ja. ja, dat doet wel pijn. Ja. Dan vang ik me af van zo'n blessure beïnvloedt zoveel dingen in je leven. Uh, ga, heb je dan, uh, moet je dan een sportpsycholoog Van ik hey, wil luister daar. Ik moet. Maar uh. ja. zo is afhankelijk, hè? Want mensen zijn afhankelijk van jou, je familie, je gezin. Je, kijk, nu hoeft het niet meer, want zeg maar, je hebt andere businessen. Maar als je gewoon voetbalt in je prime. Zoveel dingen zijn afhankelijk van jouw prestaties op het veld. Ja, zeker. Nee, ik, uh, ik dacht altijd: van ik hoef niet met een psycholoog te gaan praten. Maar uh, afgelopen jaar twee jaar heb ik dat wel gedaan. Oké. Okay. En dan word je ook als, 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 als mens, word je, word je wijzer. Je, je ziet heel veel dingen waar je over praat, ja. die, 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 die voorkomen. Waar je met diegene dan over praat. Ja. Waar je dan anders op reageert en dat, je, dat het dan veel beter met je gaat. Je, je verwerkt dingen heel makkelijk en uh, ja, het is, het, ja, ik weet het niet. Het is moeilijk om te zeggen, maar het gaat in ieder geval veel beter met je dan als je dat alles gaat inkroppen. Bro, ik, ik zeg eerlijk, ik ben ook een paar uh, sessies geweest bij een psycholoog. Waarschijnlijk nog een keer gaan. Nog een paar keer. Maar het is belangrijk, in onze community wordt het ook gezien als normaal. Je hebt het niet nodig, snap je? Ja. Het is een soort taboe en ik probeer het altijd te doorbreken, want van, zeg maar, we zijn allemaal bezig met fit worden in de gym. Maar mentaal moet je die spier en zeg maar die, je cellen moet je ook zeg maar gewoon actief houden, trainen. Dingen die je in je hoofd hebt, gewoon uitpraten. Want we kroppen heel veel dingen op. Dus hoe zou jij nu de nieuwe generatie, mensen die nu kijken, uh, beïnvloeden? Of in ieder geval kunnen zeggen: van yo, luister dan, zit je hier mee? Het nee, heeft mij geholpen. Het, 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 het heeft mij sowieso geholpen. En voor, voor, iedereen, voor iedereen is het anders, maar. Als jij denkt dat je mentale problemen hebt of iets, ga gewoon, stel je daar gewoon voor open. Het gaat alleen maar zijn vruchten afwerken. Het gaat alleen maar beter met je gaan. Ja. En je gaat sterker in het leven staan, je gaat sterker in je schoenen staan. Uh, bepaalde beslissingen die je gaat nemen, ga je beter over nadenken. Uh, ja, gewoon uh, verwerkingen kan je beter verwerken doordat je met iemand praat. Wat is iets wat je niet kon verwerken, wat je dus nu wel kan verwerken? Er is gesproken met de psycholoog. Uh, Vroeger dacht ik altijd van, ik, ik heb het nu nog steeds hoor. Uh, ik beet altijd van me af. Ik kon niet, ik, ik voelde altijd van, ze moeten mij hebben. Altijd, ze moeten mij hebben. Waarom ja. ik? Tot aan Utrecht bijna nog. De ja. wedstrijd was, 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 ik had misschien twee minuten ingevallen. Twee minuten. Ja. Camera op. Op mijn hoofd. Maar nog eens met de intentie. Van, uh, boos, boos, boos. Ik liep gewoon naar die man toe. Ik zei tegen die man van uh, Meneer heeft u een oortje in. Hij zegt: Nee, hoezo? Ik zei tegen die man van waarom is die camera dan op mij gelijk? Ik heb maar twee minuten gespeeld. Jongen heeft een doelpunt gemaakt, uh, nee. Hij heeft de hele wedstrijd gespeeld. Ik ben twee minuten ingevallen. Camera gelijk op mijn hoofd. Grote scherm in een stadion, zie je mijn hoofd. Waarom? Probeer je mij te irriteren of, zo, of iets? Ja. <laughs> ja. Nee, nee, echt niet. Uh. Oké, okay, ik zeg meneer, fijne avond. Ik loop sprintjes, ik maak mijn sprintjes. T -t 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 ga naar binnen toe. Kijk op mijn telefoon, mijn moeder belt me. Juh, ja. Waarom moet je weer tegen die man gaan lullen? <laughs> ik zeg, mama, ik heb gewoon echt dit aan die man gevraagd. Mijn moeder zegt, oh nee, dan is er niks aan de hand. <laughs> Weet je wat ze op tv zeggen? Elia, nee. hey, geen ruzie maken met die cameraman. <laughs> Heel Nederland over me heen. En ik dacht weer, ze moeten mij weer hebben. Ja. Snap je? Ja. En dat, dat, zo heb ik heel lang heb ik zo geleefd. Op een gegeven moment dacht ik van. Nu ben ik echt zo van. Laat zitten, man. Ja. Je hebt sommige mensen die van je houden. Je hebt sommige mensen die het niet gunnen. Ja. Omdat je voetballer bent, dat je juwelen hebt, Omdat je al het luxe hebt. Ja. Zo so be it, man. Ja. Crazy man, ik zag gewoon. <laughs> en weet je wat nog een mooie van is, van die hele verhaal? Die man stuurde me echt nog een bericht van zo uh, so, Elia, ik weet echt niet waarom ze de pik zo op jou hebben, maar je vroeg het echt gewoon op een normale manier. Ik voelde me helemaal niet aangevallen. Wow. That's it. Wow. Jan-Joos vergangen ging gewoon zomaar een verhaal verzinnen dat ik die man had uitscholden. Heel Nederland over mij heen. Welke? Ja. Elke voetballer weet toch wel, die is toch niet zomaar. Kijk, sommige voetballers zijn ook echt dom, hè? Ja. kan ik je eerlijk zeggen. Maar je kan ook nog zo, je kan toch wel logisch nadenken. Je weet toch dat er een camera is op het veld? Ja. ja. Dat, dat jij weet dat je gefilmd wordt. Ja. Ik vroeg het gewoon echt uit interesse. Gewoon als je een oortje in had: van, moet die camera op mij zijn? Normale vraag. Kan Klaar. Maar hoe, hoe, wat ik me dus altijd afvraag. Want je hebt veel voetbalprogramma's. dat mensen praten over voetbal. En een van die personen die altijd de mening heeft. is sowieso altijd uh, Johan Dirksen. Die zei ook een keer. ook iets over mij. Dat ik denk: Ik weet niet, ik, ik, ik heb niks met jou. Maar ik, ik show je love. Ik maar. Um, hoe kijken voetballers naar dat soort programma's? Van dat je weet dat mensen altijd iets over je te zeggen hebben. Ben je er überhaupt mee bezig? Kijk je dat soort programma's? Uh, luister je naar wat een Johan Derksen je... zegt? En. Toen ik jong was, echt, toen ik jong was, deed het me echt veel, weet je toch? Van, weet je toch wat, wat iemand over je te zeggen had? Maar op een gegeven moment heb ik het gewoon gaan laten. Ja. Mensen doen alles voor kijkcijfers, gaan over lijken heen. Ja. Ik heb mij, naar mijn gevoel, heb ik helemaal gepakt waar ik hem moest pakken. Hoe dan? Met succes. Ik ben kamp, succes en ik ben kampioen geworden. Hij kan het niet meer van me afpakken. <laughs> en ik ben weggaan, Ik ben weggaan. Ja. Klaar. Ja. Nou, ik me zo grappig om zo'n podcast te maken waarbij Johan Derksen met iedereen gaat praten waar hij ooit iets over heeft gezegd. Nee. Dat lijkt me een gruwelijk man. Nee, hij, hij heeft ook echt mensen kapot gemaakt. Ja. Echt, echt. Maar ik snap nooit, zeg maar, ik, wat ik nooit snap, zeg maar, ik ben nooit zelf zo. Iedereen mag zijn hoe ze zelf zijn. Maar ik snap nooit, zeg maar, het kwetsende. Kijk, je kan een mening geven over iemands spel. Maar soms heb ik het gevoel dat sommige mensen het heel persoonlijk willen maken door iets over de persoon te zeggen. Kwetsend. Kijk, ik, ik ben iemand dan van opbouwende kritiek. Ja. Een kritiek waar iemand beter van wordt. Of beter van gaat voetballen. Of ja. iets waar hij aan heeft. Ja. Bij, soms bij die, bij die presentators in de show. Ja. Ja. Lijken ze gewoon alsof ze met een mes dwars door die speler hun hart wil gaan. Ja. En gewoon denken van. Hey, bro, ga je al kapot maken man. haat ja. jou gewoon. Tjap. Ja. Zo voelt het voor mij. Ja. Zo jammer. Ja, zo voelt het echt ja. voor mij. Hoor. Ik vind het jammer, maar ik zal zo nooit zijn. Als ik op tv zou komen, ja. zou ik iemand commentaar geven ja. waarvan hij beter zal worden. Ja. Maar ja, dat is, niet degene, dat is niet wat Nederland wil zien. Ja. En, dan en dan we willen gewoon zien het keihard gewoon van hé. Hey, ja. ja. Maar daarom, daarom, daarom creëren we ook iets nieuws wat Nederland kan zien. Ik bedoel, uh, deze podcast, Real Talk. Ik bedoel, het feit dat we, zeg maar, uh, ja, succesvolle voetballers. Bro, je bent gewoon de eerste voetballer in mijn show. <laughs> Ja, nu dat ik erover nadenk, gewoon de eerste voetballer. je hebt toch? Dus... Je po, 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 po. Laat gewoon op. in die comments weten wie je nog meer wilt zien. Nee, maar ik vind het belangrijk. Kijk, de reden, en, en ik zeg het al een paar keer, ook voor de nieuwe kijkers. De reden dat ik Real Talk heb opgezet, de podcast. Uh, het is eigenlijk een, een talkshow waarbij mensen die gewoon lekker bezig zijn... die de mensen ook iets willen leren. Want zeg maar, als ik jou bijvoorbeeld in een ander programma zie... het gaan me dingen vragen en... Ik wil kennis eruit halen, waar de kijker nu wat aan heeft. Dat, hoe is hij daar gekomen? Wat zijn de struggles voor hem? Uh, waar wil hij naartoe gaan in zijn leven? Oh, wauw, die man gaat zich bekeren. Oh, waarom? Dat zijn allemaal dingen die ik heel interessant vind. Die. Uh die mensen thuis ook interessant vinden. Waar, waarbij wij een documentatie hebben. Sharon Gianno, die het allemaal zeg maar, gaat uh, monteren en tot een mooi uh, project maakt. Love naar die man, ga die man volgen. Maar het, 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 het mooie ervan is van het wordt zeg maar, een verhaal op een gegeven moment waarbij jij ook later trots op kan zijn. Ik wil zeg maar, altijd interviews, ik zie het ergens gesprekken. Uh, dingen vastleggen waar je later ook kan zeggen, hé, hey, als iemand aan jou vraagt van hé, hey, maar hoe zit jij met elkaar? Check even die podcast. Want daarna krijg ik de tijd om vrij uit te praten. Dus als er voetballers zijn, vechters. weet ik veel wat voor mensen. en je wilt je verhaal vertellen. kijk hier, deze man. hij kan alles vertellen wat hij wil. Het is, is your. Dus wees. no worries, bro. Wanneer je met een nieuw album komt. of weet ik veel wat voor project. kom gewoon praten, bro. Het is gewoon ook jouw platform. Dankjewel. Dank Snap je? Dat is, die, dat is die Real Talk Motion. Dus dat vind ik wel belangrijk zeggen. Dus mensen moeten je nieuwe EP slash album checken. EP. Uh, Eldre, Elia, Molenwijk gaat het eten. Dus uh, okay. een primeurtje is hier. Ja. Dus, uh, dus die komt eruit. Wie gaat erop staan? Uh, heel veel mensen gevraagd. Heel veel mensen hebben niet gereageerd. Maar dat is pangé hey, toch? Ik ben nog steeds cool met jullie. Laat okay. naar jullie, iedereen. <laughs> Ik ga gewoon op eigen kracht, mijn eigen inspiratie, mijn eigen team, ga ik het uitbrengen, maar... Uh... Maar jij kan iedereen krijgen toch op een, op een, op een bedoel, een elder alien, ja. Muziek is uh, net zoals voetbal, hele vieze wereld, <laughs> geloof me. Nee, nee maar kijk, als je niks met iemand hebt of je kent iemand niet, dan snap ik zeg maar dat je iemand niet op je plaat kan krijgen of whatever, maar als jij mensen kent, ik uh, bedoel, uh, en zei, wie heb jij in het begin geholpen? Jij kan die makkelijk op je album krijgen. Je kan uh, mensen waar je cool mee bent in de game, ja, toch? Het is niet meer zo bro. Oh. <laughs> ik heb iets gemist. Ik heb een andere, 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 andere tijd. Nee, het is gewoon ja. <laughs> ja. Dus iedereen gaat door, iedereen doet zijn ding. Uh, dus, wie, dus wie is op je album sowieso? Op mijn, op mijn album. Sowieso prijsless? Uh, nee. Oh. Ook niet. Oké. Okay. Ook niet. Maar je hebt bedrijfsnamen. Ja, maar het is er niet van geworden. Okay. Hij is bezig met zijn andere dingen. Ik ben okay. bezig met mijn EP. Oké, okay, oké. Okay. Elke avond ben ik in de studio, ruzie met mijn vrouw, maar ik ben er gewoon. Oké, okay. oké. Okay. Yeah. Nee, eh. Uh, uh, als het goed is, Yves. Oké. Okay. Uh, Bokker dan. Uh, Flins, uh, Jonge talent uit Rotterdam. Hef ze ook een goede zijn, aangezien je ook op Hefstom <laughs> Ja, Geproduceerd, hè? Geproduceerd. Oh ja, oké, Oké, oké. Lox. Heb je ook op alm gestaan? Uh, ja, Bollebof, maar is er ook niet van geworden. Oké. Okay. Ik heb echt heel weinig mensen gevraagd, man. Ik, heb... okay. ik wil het echt op eigen houtje doen, man. Okay. ik doe gewoon een shout-out voor je erop, hè? Als je, als je de, als je de al DJ Khaled van. Is het al, al af? Ja, het is nu al af en het gaat naar de Master toe. Oké, okay, de volgende misschien keer. Kon, misschien kunnen ze op de remix. Keep haar, keep it banging. Hé, doe maar DJ Khaled al dit. Maar uh, nee, dikke shout-out aan jou. Uh, ik, vind, ik vind mooi zeg maar uh, hoe je bent als vader, als mens. Hoe je groeit. Uh, I'm proud of you. Het mag vaker gezegd worden. Ik, ik probeer het ook vaker in die podcast. We mogen ook vaker naar elkaar toe uiten dat we trots zijn op elkaar. Ik, ik ben ook ik trots toch? op jou. Love bro. Weer met je kleine bende. Ik doe mijn best bro. Echt heel ja. Nee, dat ik vind binnen. het belangrijk. Het vaderschap is, het heeft mij ook veranderd man. Zeg maar, het heeft egoïsme weggehaald. Altijd als mensen aan mijn vrouw, hoe gaat het met, met mij? Ja, het gaat goed met mijn kleine. Omdat als het goed met hem gaat, dan pas ben ik weer... Het is heel apart soort... Maar het gaat heel... Natuurlijk, eigenlijk. Ja, dat, dat is ook iets bij mij. Ik, ik ben niet zo opgevoed. Uh, Mijn vader, ja, vader is dan nu aan het dementeren. Die uh, is, is pas, pas in een bejaardenhuis uh, gebracht. In een, in een, ge, in een opvang, ja. gebracht. En hij, is, hij vergeet nu echt heel veel dingen. Hij is niet meer zo zelfstandig. Het doet echt pijn ja, om hem zo te zien. Hij was een beer van een vent. Ja. en doet echt pijn, maar uh, ik ben niet zo opgevoed. Het is old school vader. Ja, toch? Niet zo vaak met hem naar buiten en al die dingen. Altijd zelf op straat en ja. al die dingen. Dus, en ik was altijd bezig met voetbal, voetbal. Ik, 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 ik. ik. Ja. En dan nu, hoe vaak thuis zit dan? Die kleine van me wil voetballen, wil naar buiten toe, dit, dat. Denk ik van, hé, hey, hey, ga dan met hem naar buiten, man. Maar nu hoe ik met mijn voet ben, ja. kan ik niet naar buiten gaan toch? Ja. Of kan niet met hem voetballen? Ja. Dus ja. dan leer ik hem kleine dingen in het huis en zo. Leuk. Dan zie je echt dat hij echt leergierig is. Ja. Dus dadelijk als mijn enkel weer goed is, ook. We go in, we go in, we en go die meiden in. gewoon leuke dingen doen, het einde er al. Ik. Ja. ik kan niet wachten om die leuke Later dingen. ga jij met hun moeten shoppen, bro. <laughs> moet ik je eerlijk zeggen? Ja. Ze hebben echt niks met moeder, man, mijn kinderen. Niks. Oeh. Echt niks. Ik je weet, weet niet, misschien je... moet het nog komen. Ja, ja, ja. ja want maar, die gek, die, die, ik, ik zie vrouwen soms met die gekke tassen. Die Celine's beans en de gekke. Ge, die, 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 ja. van mij, die van mij is ook niet zo, man. Nee. Die, van, die komt uit, uit Geest, die is echt heel simpel, man. Oh, wow. Af en toe wel iets, zo weet ik veel wat. Maar ik ben juist diegene die wat voor haar koopt. Je weet dat die dingen en zo. Ja. En dan zegt ze: nee, hoeft niet, joh. En zo zij kan niet. ook gewoon een witte pad aan hebben. En dan volgende morgen is die gewoon zwart. Oh wauw. geeft geen ene moer om die. Maar hoe fijn is dat gevoel dan? Dat je dan is iemand echt, hebt ja, die dan redelijk. zeg maar. Dat nee. je weet dat ze met jou is niet om je geld. Ja, nee, zij zeggen. Uh... Nooit wegdoen hè? Of ik koop een Rolex voor, dan zegt ze: nee, hoeft niet, joh. Dan zie ik hem in één keer, zie ik hem daar ergens in de kast slinger of zo. Dan denk ik: hé, Zegt ze, ja, doe je niet. En dan heeft ze gewoon de Apple Watch op. Ik denk dat heel veel mannen nu denken: waar vind je deze vrouwen? Weet <laughs> ja. je hoe vaak ik zeg maar, reacties krijg zeg maar, van, van, van guys? Ja, maar bro, het is moeilijk om een goede vrouw te vinden die me niet wil. Op basis van wat ik heb en wat ik doe en dit soort dingen. Weet je, en dan hoor ik van jou: um, Mobicep zei dat ook: van zijn vrouw die hoeft helemaal niks. Weet je, die is niet geïnteresseerd in social media, die, die hoeft geen. Weet je, mooie spullen, zeg, kom maar wat voor het huis. Vind ik, vind ik mooi om dat soort dingen ook te horen. Dan krijg je ook een ander soort... Dat is wat dat ze zeggen, toch? Een man kan elke vrouw krijgen door wat hij heeft. Maar een vrouw kan niet een man. Een vrouw kan, een man... een vrouw kan een man uitkiezen. Ja. Ja. Een vrouw gaat nooit een man nemen die geen geld heeft. <laughs> Geloof mij. Geloof mij. Of er moet echte liefde zijn. Ja! Love you. I'm gonna love you a lot. Stop je? I love you a lot. Love you. It's a beautiful thing, bro. Bro, doe je ding. Keep up the good work. Uh, de volgende keer gaan we gewoon weer lang praten. En dan gaan we gewoon weer bijkletsen. Maar je bent altijd welkom in deze podcast. Real talk. Vertel iedereen die een verhaal wil vertellen. This is the place, man. We, we doing this. Dank je wel, man. Motivation, Dankjewel. man. Zeker. Lobby. En we ja. gaan misschien ook wat dingen weggeven. En de dingen die we weggeven, check gewoon hieronder. Als je toch aan het liken en het subscriben bent. Um, remember: Real Talk, de podcast. Is ook voor jou, van jou. Laat vooral altijd weten als je nog iemand een keer wil zien. Als je bepaalde waarden hebt meegekregen van deze podcast. Uh, reageer eronder. Uh, deel het, deel het vermenigvuldigen. Dankjewel weer voor het kijken naar Real Talk. Shout out naar iedereen in deze game. Shout out aan Milton, die nu foto's aan het maken is aan het filmen. Shout out aan Jano, die deze hele podcast moet gaan monteren. Die man is lekker bezig. Uh, ik maak het hem zwaar, maar het is all love. Uh, en daarom shout ik ook die mensen uit. Want. Teamwork makes it dream work. Het is heel belangrijk om de mensen om je heen ook te upliften. Benoem ze, deel ze. Wees niet gierig op social media. Geef iemand een keer een shout-out. Deel hun post. Ga niet gierig doen met je Insta-story. En dit kan ik niet delen op een feed. Kill. het is van Mark Zuckerberg. Het is niet van jou. Hij He, heeft die hele story. He, dus wees gewoon lief voor elkaar. It's all good vibes, man. El Alia in the building. Oh. Real talk. Keep it hot, keep it banging. Hebben <laughs> we nog een charades met hem nog opnemen? Weet je, dus gewoon.